أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ف وزين أخكم بلداد اللس فان كتاب التوحيد أن إباي خام بخنا مت ده الهوفستك تضهيت فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ده شو مغضت ليلة سليس أخي نوفل ألين دي تيتول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نيت كيكا ik heb hier nog een andere, maar ik, wallah, ik kan hem niet vinden. Ach, hier. Wat staat er in het Nederlands? Dit zijn, ik heb hem nog gevonden. Ik heb hem nog gevonden. Het monotheïsme en het voortreft iets wat hier het, de voortreffelijkheid van hier dit zie jou, jij mag lezen de titel. De voortreffelijkheid van monotheïsme en de zonden die hier door worden kwijtgescholden. Dus dit is het hoofdstuk waar wij beginnen, de voortreffelijkheid of de rang, de status, de geweldigheid van het monotheïsme van het tawhid en de zondes die hierdoor worden uitgewist. En als de voortreffelijkheid van iets naar voren wordt gehaald, of de rang van iets naar voren wordt gehaald, betekent het niet dat het niet verplicht is. Het betekent dat deze zaak verplicht is, en dat die voortreffelijkheid, dat zijn eigenlijk de uitkomsten en de vruchten van deze zaak. En dat is hetzelfde zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt in een hadith, hij zegt salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 daraja. Hij zegt het gebed in al jama'a, in samenkomst, is beter dan het individuele gebed, beter in 27 rangen of 27 keer beter. Die voortreffelijkheid, die rang, betekent niet dat het niet verplicht is. Zoals jullie weten, salat al-jama'a, voor wie de adhan hoort, sowieso is wat? Is verplicht. Maar er zit een voortreffelijkheid aan vast, er zit een rang aan vast, er zitten vruchten aan vast. Met andere woorden, dit is de uitkomst van die verplichte zaak. Zo ook, het tawhid is wat? Is verplicht voor iedereen. En de uitkomst en de vruchten die wij plukken van tawhid, is dat aan de hand van de sterkte van jouw tawhid, van jouw monotheïsme, worden jouw zondes uitgewist. Dus hij zegt, wa ma yukaffiru min adh-dhunub. En de zondes die hierdoor worden uitgewist. Met andere woorden, dit hoofdstuk gaat over twee zaken. De voortreffelijkheid, de rang van het tawhid, het belang van het tawhid. En de tweede zaak is het laten zien hoe sterk de invloed is van het tawhid op een moslim zijn leven, om het feit dat het tawhid, het monotheïsme van Allah subhanahu wa ta'ala, de reden is voor het uitwissen van de zondes van een moslim. En daarom is het tawhid het allerbelangrijkste element in het leven van een moslim. En dan kunnen wij ook begrijpen dat van de voordelen of van de profijten van het tawhid, dat zijn er een aantal. Een van de zaken is dat het tawhid, als iemand werkelijk het tawhid kent, als hij werkelijk een muwahhid is, dat hem zal aanzetten, dat dit hem een sterke wil zal geven in de gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Omdat als de werkelijk het tawhid kent, zal hij dus enkeling ook handelen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zowel in het openbaar als in het geheim. En daarom zeiden een aantal van de zelf, van de vrome voortgangers, zij zeiden in een uitspraak, inni la'uwaddu an ataqarraba ila Allahi bi ta'atin la ya'lamuha illa hu. Hij zei, het is zwaar geliefd bij mij. Ik zou willen dat ik met een daad of een daad zou kunnen verrichten voor Allah die enkel in Hij kent.
Met andere woorden, dit zijn zaken die ze hun aanzetten tot het tawhid. De sterker jouw tawhid, de sterker de wil in naar voren komt om enkel alleen Allah subhanahu wa ta'ala wat te gehoorzamen. En jullie weten, het tawhid bestaat uit drie elementen. Die hebben we vaak herhaald. Heel snel, wie kan mij herhalen? Wat zijn de drie elementen van tawhid? Tawhid al-Uluhiyya, tawhid al-Rububiyya en tawhid al-Asma wa Sifat. Wat is tawhid al-Rububiyya? طيب ما لخ اوت ان يو برودرز فور يو مراجعه wat zegt ibn aqil hij zegt التدريس مراجعه لك hij zegt dat onderwijzen is de beste vorm van vraag iemand dan over maar de schepper is van de hemel en de aarde dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is van de hemel en de aarde met andere woorden als je om jou heen kijkt zijn er genoeg bewijzen die daarop duiden ik heb deze vaak naar voren gehaald van de bedouinen toch weet jullie nog De herder in de woestijn, die werd gevraagd, waarom geloof jij in Allah subhanahu wa ta'ala? Wat zei hij? Weet jullie nog? Alles duidt op een schepper. Hij zegt, Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri. Wal-rawthu yadullu ala al-hamiri. Wa-atharu al-aqdami yadullu ala al-masiri. Hij zegt, de uitwerpselen van een ezel duiden op de aanwezigheid van een ezel. De uitwerpselen van een kameel duiden op de uitwerpselen van wat? Van een kameel. De voetstappen duiden op de aanwezigheid van wat? Van de wandelaar. Toen zei hij... Wat zei hij toen? Hij zei: "Wa'amma al-abraju fi al-sama." Hij zei: "Wal-amwaju fi al-abhari." Of kama qal. En hij zei ook: "Wat-tariq alladhi tasluk." Yani de aarde die is gemaakt. Ala yadullu ala al-hakim al-khabiri. Yani de sterren in de hemelen. Ongeveer wat hij zei. En de golven die hoog Ook zijn in de aarde die makkelijk bewandelbaar is. Duidt dat dan niet op de aanwezigheid van, wat, van de alwijze, de alwetende? Met andere woorden, dit zijn dingen die jij kan waarnemen. Maar jouzelf kijkt, als wij iedereen hier een fingerprint neemt, iedereen heeft een identieke fingerprint. Vingerafdruk, zeg ik maar. Dat is mijn assistent. Dus heeft een identieke vingerafdruk. Iedereen, er is niemand op de aarde die dezelfde... Subhanallah, dat is iets wat duidt op de aanwezigheid van een schepper. Dat is volledige perfectie. Dat duidt op tawhid wat... Ar-Rububiyya, heerschappij, dat dat toehoort aan Allah. Wat is de uitkomst van tawhid Ar-Rububiyya? Tawhid Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, en wat is Al-Uluhiyya? Tawhid van aanbidding. Gewoon betekent ze Allah. Ja, dat je enkel alleen Allah aanbidt. Waarom enkel alleen Allah aanbidden? Om het feit dat hij de enigste is die ons heeft geschapen en ons geschreven... geschapen heeft en hij de enigste is die ons wat voorziet. En deze zaken worden nog sterker door middel van het leren van wat? De naam en de eigenschappen van Allah. Omdat Allah de enigste is die de perfecte naam en eigenschappen heeft. Wij hebben eigenschappen, maar wij hebben allemaal tekortkomingen in onze eigenschappen. Maar wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Allah heeft de meest perfecte naam en eigenschappen. Dus dat is iets, als we dat lezen, als we horen over de naam en de eigenschappen, als we leren over Allah, als dat liefde creëren in ons hart. En ook verheerlijking naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Dat zal ons weer sterker maken in wat in al-Uluhiyya is. Dus zowel al-Rububiyya als al-Asma'u sifat leiden naar het enkel in aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn de vormen van het tawhid. Dus de sterker daar dat in iemand zijn hart gezetteld is... De meer dat die persoon zal aanzetten tot enkel alleen het willen gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. De tweede zaak, de tweede profijt, en dat komt ook in de ayah van deze tekst voor, van het tawhid, is dat de muwahhid, de monotheïst, de sterker hij is in zijn tawhid, de sterker zijn veiligheid is en de sterker zijn leiding zal zijn. Dus de monotheïst... De muwahhid, de sterker de tawhid is gezet dat in zijn hart en geuit wordt op zijn daden, op zijn tong en in zijn ledematen, de sterker hij veilig zal worden gesteld van wat? Veilig van wat? La, fil akhirah. Van wat? Van het hellevuur, van de bestraffing. En de sterker zijn leiding zal zijn, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hij zegt, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون. Terwijl hij zegt, en degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen, zij komen, tot hen komt het veiligheid tegemoet en zij zullen worden geleid.
De veiligheid van de bestraffing in het hiernamaals. Kijk, het tawhid. Het tawhid haalt jou weg van de bestraffing. En zal jou leiden. Leiden in de dunya. En in het hiernamaals zal het jou leiden naar wat? Naar het paradijs. Dat is de ayah, de volgende ayah. Dus dan zegt Mohammed ibn Abdulhab. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون. Wat staat daar? Zij geloven niet met onrechtvaardigheid vermengen. Zij zijn diegenen die veiligheid zullen genieten en zij zijn diegenen die naar het rechte pad zijn geleid. Die onrechtvaardigheid, wat is dat? Dus degenen die geloven, die geloven niet mengen met onrechtvaardigheid. Wat is die onrechtvaardigheid? Dat is wat al-shirk. Oftewel die hun geloof puur voor Allah subhanahu wa ta'ala. Enkele die hun aanbidding verrichten naar Allah subhanahu wa ta'ala. Die geen onrecht of veel onrecht toekennen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft jou geschapen, hij voorziet jou. Dus behoor je enkel in jouw ibadah ook toe te wijden aan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, bidh-dhulm, zoals ik zei, al-dhulm. Hiermee wordt bedoeld wat? Al-shirk. Tayyib, de hadith van Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, die terug te vinden is in al-Bukhari en Muslim. Toen de sahaba hoorde van profeet Isallam dat de zulm, dat zij hun religie niet moesten mengen met wat? Met zulm, met onrecht. Kwam dit zwaar tot de sahaba aan. En toen zeiden de sahaba de profeet Isallam, ayyuna lam yadhlim nafsa. Wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Wat zei de profeet?
op kennis. En dat is een belangrijk moment, element. Daar komen we zo nog op terug. طيب. La ilaha. La ilaha. Ilah wordt door al-Asha'ira vertaald als wat? Al-Khaliq. La khaliqa illa Allah. La. Zij zeggen, ilah betekent khaliq. طيب, dan gaan we terug naar wat? Naar al-Qurun al-Mufaddala. Naar de drie eerste eeuwen. Waarover de profeet Islam zei dat zij de beste generaties waren. En dan keren we ook terug naar een boek, heet Nisan al-Arab. Dan gaan we kijken, wat betekent ilah? Het woordje ilah. Naam. Degene die het recht heeft op aanbidding. Want wat staat er bijvoorbeeld in Nisan al-Arab? Ilah min kalimat alaha ya'lahu. Wa huwa al-ma'lu. Abada ya'budu wa huwa al-ma'bud. Met andere woorden, het komt van een werkwoord dat heet degene die wordt aanbeden, degene die werd aanbeden, degene die wordt aanbeden, en hij is degene die recht heeft op de aanbidding. Met andere woorden, het element van la ilaha illallah ligt hem niet in het erkennen dat Allah de enigste schepper is, maar ook dat Allah subhanahu wa ta'ala de, want dat is waar, maar het element van de getuigenis betekent dat jij erkent en toekent dat Allah subhanahu wa ta'ala de enigste is die recht heeft op de aanbidding. Wat daarvoor? Wij gaan nu akkoord, we gaan niet mee akkoord mee zeggen. Er is geen schepper dan Allah. Er is geen God dan Allah. Dat de betekenis is van de shahada. Wie hebben wij hier dan mee in de islam gebracht? Mushrikeen. Waarom? Ze zijn getuigen ervan dat Allah de schepper is. Wat is jouw bewijs? Oh, nee, waarom? Hij had het, daarom. Waarin zei het toen? Ahsant. En dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُوا اللَّهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ. En als je hun zal vragen, wie heeft de hemel en de aarde geschapen, dan zullen zij voorzeker zeggen wat? Allah, dit zijn Quraysh, de mushrikeen, Abu Jahl, Utbah bin Rabi'. Zij erkennen allemaal dat wat? Dat Allah de enigste schepper is. Dus als de shahada zou betekenen het erkennen dat Allah de schepper is, dat betekent dat ook Shaitan, Iblis, hij herkent dat toch ook? Dat betekent dat wij Quraysh en Iblis tot wat? Moslims zou hebben verklaard. En daarom is taalkundig is heel belangrijk, taalkundig perspectief. Want de mubtadi'a, zij komen vaak met taalkundige zaken. Maar hier kan je ook hun met taalkundig eigenlijk wat verleggen. Om het feit dat het element en het fundament terugkeert naar het enkele erkennen van de aanbidding aan Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. En al-ma'luh, degene die wordt aanbeden, is eigenlijk al-ma'budu bi-mahabbatin wa ta'zim. Dat is degene die wordt aanbeden door middel van liefde en verheerlijking. Dus dit betekent al-ilah, want het is nooit precies hetzelfde. Ilah is iets en al-ma'bud is iets. Ma'bud is degene die wordt aanbeden. Ilah is degene die wordt aanbeden gebaseerd op liefde en verheerlijking. Hoe komen die liefde en verheerlijking naar voren? Hoe komen liefde en verheerlijking naar voren? Kennis. Kennis van wat? En degene die wordt geliefd, of die wordt verheerlijkt. Hoe? Esma'u sifat. Het leren van de namen en de eigenschappen. Daardoor zal jij, als de beter die jij kent, de beter jij Allah zal aanbidden door middel van liefde en verheerlijking. Want hoe kan jij van iemand houden die jij niet kent? Dus de meer jij leert over namen en eigenschappen, de meer deze twee elementen naar voren komen in jouw hart. Oftewel, de namen en de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, en daardoor komen de liefde en de verheerlijking van Allah subhanahu wa ta'ala voor aanbidden. طيب. Dit ten eerste. Ten tweede, zoals ik net zei over Quraysh, wat zei de Quraysh? Zij zeiden: "Aja'ala al-ilahan wahidan, inna hadha la shay'un 'ujab." Zij zeiden: "Heeft hij, Muhammad, degene wij aanbeden, de goden, tot één god gemaakt? Dit is verbazingwekkend." Ze stonden hiervan versteld. Dat degene die aanbeden wordt. Want in de Nederlandse vertaling van de Koran wordt er goden. Degene die aanbeden wordt tot één heeft gemaakt. Want zij aanbaden wat meerdere. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala daarop? Hij heeft meteen op hun een antwoord gegeven. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala terug? Hij zei: "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah." Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zegt: "En hun goden die zij naast Allah aanbeden, baten hen niks toen het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala tot hun kwam." Wat heeft het voor hun gedaan?
دي آلهة دي زي أنبيدة كنت زي القدر فان الله تيخا هودا؟ لا ان دارن دات ست أنتورت فان الله سبحانه وتعالى تيخا هن. طيب دان كايك وأوك نوخ نار المتكلمين. مين زين المتكلمين؟ الأشاعرة والمعتزلة الجميع صوصي كنات سيفت سيخونون زخا القادر على الاختراع دخين دي دموغة كيفت ايفت ام فنيتس ايتس naar voren te brengen. Als je dat erkent, ze zeggen dat is ilah. Zoals ik net al zei, yani dat niet juist is, omdat het feit dat zij hierdoor ook el Quraysh en de Iblis eigenlijk tot moslims hebben verklaard. Tijp, vraagstuk. Stel je voor iemand wordt moslim bij el Asha'ira. Stel je voor iemand wordt moslim bij el Asha'ira. Dus hij zegt, ashadu, ashadu, an la, ilaha, ilaha, illallah, illa. En dan zegt hij, Ik getuig dat er geen God is dan Allah. En dat, is hij hiermee moslim geworden, ja of nee? Nee. Hij zegt nee, jij zegt ja. Allahu Akbar. Ewa? Ja. Ja? Wat zeg jij? Oh, Allahu Akbar. Aziz. Nee. Ik heb deze vraag, want wallahi, deze vraag zat me heel erg dwars. Ik zat in de les van Sheikh Saleh Sindi. En... Het kwam in mijn hoofd naar voren om het feit dat eigenlijk de aqida niet juist is. Ik vroeg deze vraag aan Sheikh Saleh Sindi. Hij zei, wallahi, zijn daden duiden erop dat hij gelooft dat enkel alleen Allah subhanahu wa ta'ala degene is die aanbeden moet worden. Ook al heeft hij hem niet juist uitgesproken, maar zijn i'tiqaad, zijn daden duiden erop dat hij wat... Dat Allah subhanahu wa ta'ala de enigste is die het recht heeft om aanbeden te worden. Wallahu alam is zijn shahada bi'idnillahi ta'ala wel wat... Wel sahih. Duidelijk gewoon. طيب ف als we ook kijken ook zelfs de maasi de zondes kunnen wat de begeertes kunnen leiden tot wat tot shirk zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran afara'aytum man ittakhadha ilahahu ish hawahu en zien jullie niet dat sommige mensen hun begeertes tot wat tot hun heer nemen met andere woorden het is net alsof zij hun begeertes aanbidden maar Als we kijken naar de maasi, de zondes, kunnen wij verdelen in vier categorieën. De zondes kunnen worden verdeeld in wat? In vier categorieën. De eerste categorie is wat? Shirk. Ha, shirk akbar. De grote vorm van shirk. Dat was de tweede vorm van maasi. Shirk al asgar, de kleine vorm van shirk. En daarna... لا خروج بدعه هي الزنده grote zondes en dan kleine zondes dat zijn de vier vormen طيب vervolgens على اي حال اصلا ik heb dingetjes geschreven ik in de bas طيب ف de profeet عيسى zegt in de hadith ومن شهد لا اله الا الله ف een van de shurut Een van de zaken die wij naar voren kunnen halen in deze hadith, dat er staat, dit is de voorwaarde. Men shahida an la ilaha illallah. Wat krijgt hij daarvoor terug? Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Dat is heel belangrijk. Allah zal hem het paradijs doen betreden door middel van de daden die hij heeft verricht. Dan gaan we iets dieper op in. En de shahada, wat betekent de shahada? Wat betekent eigenlijk het getuigen van? Dat betekent drie zaken. Als jij zegt ashhadu, ik getuig, dan betekent dat drie zaken. Ten eerste, i'tirafu bil lisan. Dat jij erkent door middel van de tong. Erkenning van de tong. Wal i'tiqadu bil qalb. Dat je overtuigd bent in het hart van de betekenis. وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَوْرِحِ En dat je dit waarachtig toont door middel van wat? Ledematen. Dus de shahada, als je zegt ashhadu, ik getuig, betekent dat eigenlijk, ik erken met de tong dat wat ik in mijn hart van overtuigd ben, en ik maak dat waarachtig door middel van de ledematen. Met andere woorden, als jij zegt ashhadu, an la ilaha illallah, Als jij zegt, ik getuig dat niemand het recht heeft op de aanbidding van Allah, dat is door middel van de tong dat je uitspreekt wat in jouw hart zit. Hoe kan je waarachtigheid tonen wat in jouw hart zit en op de tong ligt?
door middel van enkele in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat betekent al-shahada. Dus hier kunnen we ook begrijpen dat de shahada wat uitgesproken moet worden. Stel je voor iemand, hij zegt tegen jullie gewoon, ik ben 100% overtuigd in mijn hart dat niemand het recht heeft op de aanbidding. Maar ik ga de shahada niet uitspreken. Is hij dan moslim? Ja. Want een van de zaken is dat hij het wat uit moet spreken met de tong. Tayyip, iemand, Allah heeft hem zo geschapen dat hij niet kan praten. Hij kan niet praten, maar hij schrijft op jou op een blaadje, ik ben 100% overtuigd van wat, van dat Allah de enige is die aanbeden moet worden. Is hij dan moslim? Ja. Nou, want hij heeft een udr, hij heeft een excuus. Santu, mashallah, tabarakallah. Tayyip. Als het gaat, en waarom is het belangrijk dat ook het hart daarmee gepaard gaat? Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Munafiqin? In Surat al-Munafiqin, in de eerste ayah. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over de Munafiqin? Wat zeiden ze tegen de profeet? Ze zeiden, Nashhadu annaka la rasulullah. Wij getuigen dat jij de profeet bent van Allah. Hij zegt getuigen met de tong. Wat zei Allah? Want wat zijn de eigenschappen van een munafiq? Nou, hij uit islam van buiten, maar van binnen niet. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zegt, Wallahu ya'lamu annaka la rasulu. Wallahu yashhadu anna al munafiqina la ish? Lakadibun. Hij zegt, en Allah getuigt. En Allah weet dat jij zijn profeet bent. En Allah getuigt dat de munafiqin wat leugenaren zijn. Hun uitspraak, hun erkenning met de tong, heeft hun geen enkele baat. Om het feit dat wat het hart niet overtuigend is. De hart overtuigend, dan moet het geuit worden met de tong. En dit is dus het bewijs dat wat? Dat het hart, de tong en de ledematen volledig de shahada te wat uitvoeren. Is dat duidelijk gewoon? Ja. Zeker. Wallah, duidelijk. Tayyip, vertel mij.
اعتقاد في القلب. Dat je de overtuiging in jouw hart hebt dat hij een profeet is van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe kan het overtuiging in jouw hart voorkomen? Ah. Lees van de biografie. Lees van de biografie. Wat nog meer? Het zoeken naar de wonderen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft alle profeten wat wonderen gegeven. Eén zaak bijvoorbeeld, jullie kennen de hadith. Dat jullie de herders in de woestijn die op blote voeten lopen, zien wedijveren in het bouwen van de hoogste gebouwen. Denk, waar is het hoogste gebouw vandaag de dag? Dubai. De profeet sallam 400 wat, meer dan 1440 jaar heeft hij dit gezegd. Als we een foto zoeken van Dubai nu, van 60, 70 jaar geleden, wat was het? Woestijn. Hoe kan de profeet sallam dat weten? Dit duidt op wat? Op profeetschap. Hetzelfde met wat de ontwikkeling van een voet is in het buik van de moeder. De profeet Isaïm heeft het zo uitgelegd dat zelfs de niet-moslim wetenschappers erkennen dat hij dit niet kan weten behalve dat dit komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Want de echo-machines die zijn misschien, laten we zeggen, 50, 60 jaar geleden pas naar voren gekomen. Maar hij heeft meer dan 1440 jaar geleden al duidelijk beschreven hoe dat is gegaan. En zo zijn er andere woorden. Dit zijn zaken waardoor jouw i'tiqaad in jouw hart sterk wordt en overtuigd wordt dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wat een boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ten eerste. De tweede zaak is al-i'tirafu bil-lisan. Dat je wat? Dat je het uitspreekt. Dat je duidelijk maakt. Dat je het erkent met de tong. Hetzelfde als met ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Het erkennen met het, dat in jouw hart zit, dat erkent met de tong. En de derde. Tatbiq dhalika bimutaba'atihi bil jawarih. Dat je datgene implementeert, wat in jouw hart en in jouw tong is, door middel van het volgen van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat je zijn sunnah implementeert. Dat je zijn weg naleeft. Dat je zoekt. Dat als je iets leert dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed, dat je jouw uiterste best doet om dat na te leven. Wat zijn de zaken die jouw shahada, die jouw getuigenis in de profeet sallam verminderen? Die jouw naqs, tekortkomingen geven in jouw shahada? Dat zijn twee zaken. De eerste is fi'lul ma'a. Het vervallen in zondes. Het vervallen in zondes. Want, sallallahu alayhi wa sallam, het verrichten van zondes duidt op tekortkomingen. Kom in jouw getuigenis. Waarom? Om het feit dat jij door middel van het verrichten van de zondes af bent geweken van het volgen van de profeet sallallahu wa sallam. De tweede zaak is al-ibtida'u fid-din. De innovaties in de religie. Waarom? Om het feit dat jij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala denkt te komen met datgene wat zowel Allah als de profeet niet heeft voorgeschreven. En daarom zeg ik het weer en weer en weer. Al-mubtadi'a is erger dan de grote zondaar. En ik weet, er waren mensen die met mij daar een discussie over gaan. Wallahi, al-mubtadi'a is erger dan de grote zondaar. Waarom? Omdat degene die een grote zonde verricht, weet dat hij fout is. Maar al-mubtadi'a denkt dat hij het goede verricht. En hij zal het verdedigen. Hij zal misschien met jou vechten. Omwille van het beschermen van die bid'a. En daarom ook Sheikh Fawzan zegt ook al-mubtadi'a is erger dan de grote zondaar. Om deze reden. Want al-ibtida'u fid-din haqiqatan al-istihza'u billah. Wat is istihza'? In het je spot. Het bid'a is eigenlijk met indirect is het door middel van je daden het bespotten van de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. Om het feit dat jij dichter denkt bij Allah te komen met datgene wat Allah niet voor heeft geschreven. Duidelijk. En daarom, vraagstuk. Als iemand nou tegen ons zegt, maar en ik had de intentie om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen met deze daad. Hij zegt mij, wallah, ik wil het goede. Mijn intentie, wallah, was zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wat zeggen we dan tegen hem?
ايوه صحيح، هذا ما شاء الله ديركت. بس تفي تاك بس اخ تفي تاك بس اخ يعني يو فيخ ده مانير اس فوت، فتعتذر على نيتك. يا زوورد خا اكسكوسيرت اون فيلا فان يو نيه يو انتنسي مار وما تعذر يعني يزال نيت فورد اكسكوسيرت اون ات فايت دات شاي ده فكي ده بخب انغنومه يو نيه لا باس Dat zal jou worden vergeven. Maar die verkeerde daad, die zal jou niet worden vergeven. En als hij dus wat, als hij het werkelijk wist. Kijk, iemand die het niet wist, als hij het werkelijk wist. En daarom eigenlijk, zoals de ulema zegt dat ook, dat a'immat al-mubtadi'a, de imams, de grote hoofdstukken van de innovaties voortbrengen. En die... De haq weten, zij weten, wallah, velen van hun, zij weten de haq. Maar, zij nemen de haq vaak niet aan. Waarom? Omdat zij een bepaalde status hebben opgebouwd. Zij hebben een bepaalde plaats gekregen onder de mensen. Zij lijken op twee personen. Op wie lijken zij? Oh. كذلك نعم نعم احسنت نعم بيسا ابليس نعم هوخ مت احسنت دي هبك نيت ايس بايخسخيفي ابليس نعم مين نوخ مير قد يكون كذلك مين نوخ مير ابو جهل ابو لهب فارم ان اوك عتبة بن الربيعة فارم سيفيست ضد البروفيت عليه السلام بط met de waarheid was gekomen. Maar waarom gaf zij het niet toe? Arrogantie. Zij waren bang om hun status, want zoals je weet, de Quraysh had een hoge status binnen de mensen. Zij waren bang om hun status, omwille van hun status, wezen zij al-haq af. Met andere woorden, als iemand van de hoofdstukken van al-bid'ah is, en de haq is tot hem gekomen en hij wijst het af, lijkt hij op Abu Jahl. We zeggen niet, hij is Abu Jahl. Hij is niet, we zeggen niet hetzelfde. Maar we zeggen, hij lijkt op de weg van... De haq wat afwijst. En al bid'a heeft ook rangen. Er zijn zelfs bid'a kuffara, bid'a kabira, etc. Maar dat is voor een andere keer. Hoe lang hebben we... MashaAllah, tabarakallah. Ik heb nog... Zullen we een klein beetje fiqh doen? Ja? Zullen we de volgende hadith? De rest, ja, inshallah ta'ala, is wel... إن شاء الله تعالى بل إن شاء الله تعالى الله. طيب إكبر نوخ إين دينج شات أين دفن الحديث سختها هاي تطفر عيسى عليه السلام إن عيسى أيخ لك محمد صلى الله عليه وسلم يموت أركنا مدى بحارت يموت أركنا مدى التوم مر إين زاكس في السكنة تندو تسبات ليل موتى ها ليل موتى يا وات يا زايت ألما هاي بنيت قوت وات مو فهم نيت تفولغا وات وي زين أبغدراغ أم بيت تفولغا محمد صلى الله عليه وسلم طيب بعد أن أين دكمت أدخله الله الجنة. الله زال هم بات هاد بارادايس دون بنتريدا. طيب إدخال الجنة إس توي كاتخوري. إيك فيل دي توي كاتخوري فان يولي. وات سين دي توي فورما فان بنخان فان الجنة. ديريكت أن نيت ديريكت. خلاص ذاتس إت. ديريكت نيت ديريكت. ديريكت أن نيت ديريكت. طيب ده هاودو إت هي باي نسمع. فوخند ويك سايبا باي ولهما في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه أخي نوف طيب طيب زين بيتش فقدون زين بيتش فقدون فنيت زين مو إيه لك إيه لس خير بروبلم زين مو 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 عادي إس نيت أرخ زخت أشي مو بدنا مو بلي اللي فقدو خاب فقدون فنيت طيب خاب توي 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 مسائل دون إك بن بيسك مثل تلخيص إك بن بيسك ديت خدت خون عن يلي فيسي فراغ أنتفورت فراغ أنتفورت دينك ده ده المكلكست إس نفق طيب إس تفراغ إس De eerste vraag. Jullie weten, in al-fiqh beginnen ze altijd met bab al-tahara. Met het hoofdstuk van reinheid. De eerste vraag is... Ma ma'na al-tahara lughatan? Wat betekent tahara van het taalkundig perspectief? Wat betekent tahara van het taalkundig perspectief? Dat betekent... An-nadafatu wa-nazahatu an al-aqdari al-hissiyya wa-al-ma'nawiyya. Oftewel... Het schoonmaken van
En het verwijderen van de viezigheid. Dat is die taalkunde. Het schoonmaken en verwijderen van viezigheid. Zowel de werkelijke. Figuurlijke, Allahu Akbar. De werkelijke en de figuurlijke. Werkelijke, zoals wat als ik viezigheid op mijn toop heb, dan maak ik dat schoon met water. Figuurlijke, wat is figuurlijke? Van de zondes en van de shirk. Van de zondes en de shirk. Dat is taalkundig tahara. De tweede vraag is, wat is tahara? Wat is tahara van een religieus perspectief? Shar'an. Wat is tahara van een religieus perspectief? Huwa irtifa'u al-hadath wa zawalu al-najas. Het weghalen van ontstaat. Als je geen wudu hebt en jouw wudu wordt verbroken of doordat je urineert of dat jij grote boodschappen doet of dat jij bijvoorbeeld door middel van gemeenschap en dan verricht jij ghusl door middel, dat heet een hadath, dan ben jij in een staat. Dat heet een hadath, dan ben jij in een staat. Dus het weghalen van de onreine staat of het verwijderen van watgeen wat onrein is. Het verschil tussen irtifa al-hadad heeft altijd een niyya nodig. Irtifa al-hadad, het weghalen van de onreine staat, moet altijd met intentie zijn. Want het is een vorm van ibadah. Zawal al-khabath, het verwijderen van de viezigheid, als ik bijvoorbeeld met toop of zo heb, heeft geen niyya nodig. Want het kan zijn dat ik bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik heb onrein hier aan de onderkant van mijn broek. En ik loop door de regen. En door middel van de regen is het weg. Dan is wat, is de viezigheid verwijderd. Maar de status van hadith kan alleen worden verwijderd door middel van wat? Intentie. Om een voorbeeld te geven. Spanje, ik wou alleen vraag antwoord doen, maar we gaan ietsje verder. Voorbeeld te geven. Ik heb het warm. Ik ben bijvoorbeeld onrein, ik ben in staat van janabe. Janabe is als iemand bijvoorbeeld gemeenschap heeft gehad, of hij heeft bijvoorbeeld een natte droom gehad, et cetera, dan is hij in staat van janabe. Ik ben in staat van janabe, ik heb het warm. Ik heb het echt warm, het is buiten, warm, het is zomer. Weet je, ik zeg, ik ga even afkoelen onder de douche.